Zo ziet de eerste schooldag van de 10-jarige Lynn eruit. Jouw geluid staat volgens mij niet aan. Hij staat wel aan. Ze zit thuis, maar ook in de klas. Groep 7 van de Maria School in Zomeren. Doe eens disco. Disco. Hoe vind je het om zo je nieuwe schooljaar te beginnen? Het is graag, maar het is ook wat fijner dan met teams. Of helemaal niet. Want Lynn mag nog even niet naar school. Ze heeft leukemie gehad, een soort bloedkanker. En ze heeft er net een zware behandeling op zitten. Waar ze deze TikTok over maakte. Want waarom is het dan bijvoorbeeld voor jou een risico om naar school te gaan? Als ik dan daar iets krijg, dan kunnen mijn cellen die niet zo goed tegenvechten. Ik word dan wat zieker dan anderen. Vorig jaar miste Lynn veel school. Ook toen de schoolfoto werd genomen. Ah ja, hebben ze je erbij gezet? Ja, want ik lag in het ziekenhuis, dus ik kon er niet bij zijn. En nu volgt ze de eerste les van het jaar vanaf de kast. Waarom staat Lynn zo hoog? Dan kan ze heel de klas zien en anders ziet ze maar de helft. Doe eens groen bij het microfoontje. Bij het licht. Ah ja. En zo heeft ze een vraag. En hebben jullie er lang aan moeten wennen? Ja. Vertel eens. Eerst was het best wel gek dat Lynn zelf niet in de klas zat. En nu is het gewoon Lynn zit in de klas, maar dan via een computer. Bij Zizon, een organisatie waar ze zich bezighouden met onderwijs voor zieke kinderen, zien ze dat scholen veel beter zijn geworden in het geven van online lessen. Nou, sinds corona merken we dat leraren natuurlijk meer ervaring hebben met dat er een camera op ze gericht is. En dat ze meer ervaring hebben met hoe geef je nou goed les. De helft van de kinderen zit thuis, de helft zit in de klas. Dat hebben ze natuurlijk al eerder gedaan. En ook voor de klasgenoten is het duidelijker, want ze hebben het nu allemaal misschien zelf al een keertje meegemaakt. Iedereen weet dus beter hoe ze leerlingen moeten helpen die thuisles volgen. Ja, het lijkt me best wel een beetje chaotisch soms in de klas. Kan Lynn alles dan wel goed volgen? Hoe help je haar daarbij? Dan heb ik de microfoon hier hangen. En dan zit ik en Lynn samen te werken. En dan als het echt een hoop kabaal is en ik versta Lynn niet, dan loop ik naar de juf om te vragen als het iets stiller kan zijn. Oh, hij is heel druk hoor. Hij heeft er zin in. Ja. Daar gaan we. Ja. Frits! Lynn hoopt dat ze over een tijdje weer naar school kan. Zodat ze haar pauzes kan doorbrengen met vriendinnen in plaats van met hond Frits. Wat mis je nou het meest aan gewoon niet naar school kunnen? Ik vind het gewoon heel erg stom dat ik niet elke dag met mijn vriendinnen kan spelen. Dat ik gewoon niet in de klas zit. Ga maar zitten. Rustig.